Jonk. Komt daar dat schot van Jonk? Ja! Het is 1-0 voor Ajax. Exact 25 jaar geleden won Ajax de UEFA Cup door Torino in de finale te verslaan. En de helden van toen kwamen op de avond van Ajax-Lyon bijeen voor een diner. En wij vroegen de spelers van toen naar de kansen van nu. Ik denk dat je van Lyon niet hoeft te verliezen. Ik bedoel, iedereen roept maar dit is de zwaarste loting. En ik weet dat niet. Ik denk dat Lyon individueel hele goede spelers heeft. Zeer vaardige spelers. Maar dat ze als team nou niet zo... Indruk wekken dat het absoluut de top is. Nee. Dan moeten we thuis in ieder geval wel een goed resultaat kunnen neerzetten. En er wordt uit sowieso een lastige klus. Heb je een beetje geluk nodig. Voorspelling voor vanavond dan? 2-0. Je moet het niveau gaan halen wat je tegen Schalke hebt gehaald, tegen Kopenhagen. En graag de vele kansen die we hadden iets meer afmaken nog. Dan heb ik een goed gevoel om naar Zweden toe te gaan. Ik ben optimistisch. Ik ben optimistisch over de kansen van Ajax om de finale te halen. En als we vanavond een goed resultaat halen, en bedoel ik niet mee 3 of 4-0 winnen, graag. Maar gewoon dat je kans hebt in een uitwedstrijd waar je altijd kunt scoren, dan denk ik dat Ajax ver kan komen.